recreatiepark Ter Spegelt uit Eersel en gasterij Natuurspa Landschot uit Hoogeloon zijn genomineerd voor de Brabantse Gastvrijheid Award 2018. Van de 143 aanmeldingen zijn er 10 genomineerd, waarvan er 2 uit deze regio. Dorien, als recreatiepark Ter Spegelt hebben jullie je aangemeld voor de Brabantse Gastvrijheid Award. Waarom hebben jullie je aangemeld? Wij zijn natuurlijk op en top Brabants bedrijf. Wij ontvangen al 50 jaar gasten voor een kampeervakantie, weekendje weg. En gastvrijheid is daarbij het allerbelangrijkste. Wij geven gasten het gevoel dat ze thuiskomen, dus wij horen daarbij. Ik ben Dorien Verschuiten van Recreatiepark Ter Spegelt uit Eersel. Bij Recreatiepark Ter Spegelt ontvangen we al 50 jaar gasten voor een heerlijke vakantie. Dat doen we met de Brabantse gastvrijheid. Dat doen we bij onze receptie, maar natuurlijk ook bij de horeca. Maar denk ook aan de mensen van ons recreatieteam. We geven gasten het gevoel of dat ze thuiskomen. Wij zijn keitrots op onze nominatie, dus stem op ons! Elk horecabedrijf wat eten, drinken en ontspanning aanbiedt, kon zich aanmelden. Zo ook Natuurspa Gasterij Landschot uit Hoogeloon. Wij zijn Jan en Gerry Willems van Gasterij en Natuurspa Landschot in Hoogeloon. Wij binnen de Brabantse gastvrijheid vooral de mensen een thuisgevoel geven. En dat doen wij op een manier door de mensen zoveel mogelijk te ontzorgen, te laten genieten van de plek, geen keuzestress meer te laten beleven met een puur en eerlijk product. We zijn ook zeer vereerd en trots dat we zijn genomineerd en daarom willen we natuurlijk ook winnen, dus stem op ons. Gasterij Natuurspa Landschot is genomineerd voor de Brabantse Gastvrijheid Award. Jan, waarom eigenlijk? Nou, we horen onze gasten heel vaak een hele goede, krijgen een goede feedback. En dan denken we gewoon, misschien kunnen we toch wel een keer in aanmerking voor zo'n award, die we dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Hoe gastvrij zijn jullie eigenlijk? Nou, we vinden dat we zeer gastvrij zijn. We bieden gewoon de gast net wat extra het thuisgevoel zijn. Hè? Dus gewoon op gemak, kopje koffie, thee erbij, een praatje. Dat we weten wie er zijn, dat we extra kunnen bieden, luisteren naar de gast. Dat je gewoon ook met een goed gevoel weer naar huis gaat en terugkeert uiteraard. Nou, mensen komen gespannen hier. Mensen komen heel vaak gespannen hier in deze drukke tijden. Hier even druk. En we gaan hier ontspannen weg. We zijn onderweg naar de daadwerkelijke uitreiking van de prijs. Deze vindt plaats in de Teruggave in Breda. In Brabant komen we graag achter hem. Vandaar wordt deze Brabantse Gastvrijheid Award 2018 uitgereikt hier in het oude belastingkantoor. Nu heet dat de Teruggave. Er waren 143 aanmeldingen voor deze prijs. 10 zijn er genomineerd. En vandaag wordt de winnaar hier bekendgemaakt. Want dat gaat over deze provincie, het gaat over gastvrijheid. Want vandaag wordt de winnaar bekendgemaakt van de Brabantse Gastvrijheid Awards. En graag stel ik u aan u voor de 10 genomineerden. Wij zijn Jan en Gerry Willems van Gasterij en Natuurspa Landschot in Hoogeloon.
Ik ben Doreen Verschuiten van Recreatiepark Ter Spegeld uit Eersel. Ik ben Iris Wisman, ik ben van Stadsbrouwerij Eindhoven. Ik ben Kevin Eert. Uiteindelijk hebben we in overleg met Visser Brabant mogen besluiten om dit jaar, of dat volgend jaar weer gebeurt is de vraag, in ieder geval ook een runner-up bokaal uit te reiken, trofee uit te reiken, zodat die beiden die zo hoog zijn geëindigd ook allebei met iets naar huis gaan. Dit bedrijf is in staat een zeer integraal product aan te bieden. Camping, vermaak en restaurant met een uitstekende kwaliteit en klantgerichtheid, waardoor de gasten een zorgeloos verblijf ervaren. Om dat voor elkaar te krijgen voor zo'n breed aanbod en een grote klantenkring is een enorme inzet nodig die voor veel medewerkers, en dat is een extra uitdaging, waargemaakt moet worden. Dit vraagt van de leiding van het bedrijf continue aandacht en effectieve gastvrijheidstraining voor de staf. En op deze plaats is dan ook geëindigd Recreatiepark Ter Spegeld uit Eersel. Gefeliciteerd met jullie prijs, de Runner-Up Award. Wie had dat gedacht? Inderdaad, wie had dat gedacht? En wij zijn ontzettend blij en vooral trots. Trots dat we dit met het hele team bij Ter Spegeld toch voor elkaar krijgen. En daarmee deze award hebben gewonnen. Absoluut. Nee, het is echt, ik ben echt heel trots. En wij hebben onze medewerkers eigenlijk allemaal voorzien van een gastvrijheidstraining. Iedereen gaat bij ons aan de slag en iedereen gaat ervoor. En hoe gaaf is het dan dat je dan in het jaar dat je 50 jaar bestaat ook nog zo'n trofee verdient. Ja, echt Als dat super. Geen reden is voor champagne, dan weet ik het niet meer. Namens het Kempse gasten en alle mensen die bij jullie geweest zijn, hartelijk gefeliciteerd. En wie weet, volgend jaar weer een andere prijs. Zou mooi zijn, dankjewel. En proost. De winnaar is Auberge du Bonheur uit Tilburg. Nog een applaus voor de winnaar. Jan en Gerry, niet gewonnen, maar wel bij de 10 best genomineerden. Hoe kijken jullie terug op deze middag? Nou, het was toch een hele spannende middag wel. We waren al heel blij dat we genomineerd waren. Toen het dichterbij kwam, wilden we toch eigenlijk ook wel graag de award winnen. Wetende dat er nog 9 mensen meer waren. En we zijn het helaas niet geworden. Maar de middag, geweldig georganiseerd door Visit Brabant, heeft ons wel een gezellige middag bezorgd. Brabant is gastvrij en gezellig. Vandaar de Brabantse Gastvrijheid Award, onderdeel van Visit Brabant. Dit wordt georganiseerd door de Brabant Celebration Food Company. Het was niet de minste die had gewonnen.